Wat heb je nou nodig om je gitaarsnaren te vervangen? Uiteraard je gitaar. Een string winder. Een pakje snaren, nieuwe snaren. Een gitaartuner, of het kan natuurlijk ook op je telefoon, er zijn verschillende apps voor. En een schaar om het laatste stukje van je snaren af te knippen of een nijptangetje. Misschien zit het in je gereedschapkist, kun je altijd even kijken. In de video worden de snaren vervangen door onze lieftallige onderhoudsmonteur Michael. Het is handig om alvast de snaren uit de verpakking te halen en voor je neus neer te leggen zodat je er makkelijk bij kan. De volgende stap is het losdraaien van de snaar. Michael gebruikt een elektrische winder, daarmee gaat het een stuk sneller, maar je kunt thuis gewoon je winder gebruiken, die ik liet zien aan het begin van de video. Als de snaar helemaal losgedraaid is, draai je hem ook los bij het stemmechaniek, rooi je hem op en kun je hem opbergen. Je pakt de nieuwe snaar uit, steekt hem bij de brugpin erin, zorg dat hij goed vast zit. Je kunt vooraf de snaar al een stukje afknippen, maar dit kan ook achteraf. Je steekt de snaar door de stemmechaniek heen en daarna draai je de snaar voorzichtig weer aan. Hou hem stevig vast en op een gegeven moment zal je voelen dat de snaar goed vast zit. De snaar draai je ongeveer 2,5 tot 3 keer om zijn as, zodat hij stevig vast zit. Zoals ik aan het begin van de video al zei, kun je het resterende overblijfsel van de snaar ook achteraf afknippen. Het afknippen van de snaar achteraf is voor beginners vaak een stuk makkelijker. Zo hoef je niet van tevoren in te schatten hoeveel je over moet houden. Lukt het thuis niet zoals je wilt en ben je niet tevreden over je eigen kunsten? Wij kunnen je altijd helpen. Wij van Sauman staan altijd voor je klaar. Mocht er iets zijn, kun je altijd langskomen voor een onderhoudsbeurt.